Henk Schepers, manager van het Metropoolorkest. We gaan straks naar het orkest luisteren en we gaan praten over hoe het lied is ontstaan dat nu nummer 1 staat. Maar we kunnen natuurlijk niet omheen. Jullie hebben vanmiddag met Bono gespeeld. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat is een heel raar verhaal. Ik ben van de zomer in contact gekomen met de producent die namens het Prins Bernhard Fonds dit mocht gaan organiseren. En er was toen sprake dat Anton Corbijn deze prijs zou krijgen. En ik heb meteen ingetekend om het orkest daar in te fietsen. En dat klikte. Natuurlijk indachtig de relaties die Corbijn in de muziekwereld had. Mm-hmm. En dat is vandaag uitgekomen. Ja. Ja. Hoe is dat? Kunnen jullie dan 2 dagen repeteren met Bono? Of Nee. Het was best wel spannend, want we hebben de muziek laten schrijven terwijl hij niet in Hilversum kwam en vanmiddag pas aankwam in het muziekgebouw. En bij het horen van de eerste tonen draaide hij zich om naar het orkest en maakte dit gebaar. Zo, het zit goed jongens en ik wil met jullie spelen. Nou, dat was natuurlijk voor iedereen geweldig. In deze tijden is er natuurlijk niets wat niet vastgelegd wordt op een of ander filmpje, telefoontje, wat dan ook. En daar konden we op YouTube al dit vinden. Ah. Heb je hem nog gesproken eigenlijk? Nou, ik heb hem kort een hand gegeven en bedankt aan het eind en aan het begin heel kort. En zijn er leden hier van het orkest die dan zeggen, kan ik nog even snel met hem op de foto? Nou, dat heb je net gezien. Ja? U wel? Maar u bent de enige die op de foto wilde dus? Ik wilde wel op de foto, maar hij was weg voordat we er erg gingen. Oké. Ja, wij vinden dat dan interessant, maar jullie eigenlijk vinden het heel gewoon om met Bono... Ze spelen elke dag met sterren, ja, mensen. Ja, goed. En deed Chris Martin nog iets, of is dat dan... Hij zong ook een lied, maar niet met het orkest. Hij heeft solo aan de piano gespeeld. Ja. Goed, nu dus een nummer 1 hit op de megatop 50 of 100. Doet 100. Er nog niet toe. 100. Ja, dat 100. 200. Maar hoe is dat tot stand gekomen, dat lied? Ja, we zijn in juni aangezegd om uit de mediawet te verdwijnen. Heeft de minister kenbaar gemaakt en... heeft ons gevraagd een businessplan te schrijven om een zelfstandig voortbestaan op tafel te leggen. En pas als het overtuigend is, dan heeft de minister de neiging om daar nog eenmalig een bedrag bij te leggen om onze verzelfstandiging te steunen. En dat is een heel ingewikkeld verhaal, want we worden uit de mediawet gegooid. En we willen eigenlijk wel graag in de cultuurnota opgenomen worden met de andere orkesten. Maar kortom, laten we het even kort maken. Het orkest wordt niet bedreigd in zijn voortbestaan, maar zal wel flink moeten afslanken. Is dat het? Het orkest is gekort met 100% vooralsnog. En dat is te veel om in 1 jaar te realiseren. En we hebben de markt onderzocht. We hebben heel goed gekeken naar onze mogelijkheden, wat commercieel aan gelden is te verdienen. En dat is best veel. En wij denken ook dat we een heel ondernemend orkest kunnen worden. En dat we eigenlijk de grootste culturele ondernemer van Nederland kunnen worden. Nou ja, dat op orkestgebied. In zekere zin natuurlijk nu al gelukt met deze onderneming. Want dit is een onderneming om een nummer 1 hit te maken. Maar we kunnen nog veel meer. Lee, hoe ben jij daarbij gekomen? Ja, ik ben al bij het Metropoolorkest sinds 1984. Ja, maar nu in dit geval bij dit... In dit geval, dan speelt dit. Dan denk ik met ze mee. Want een maand geleden, toen we in onderhandeling waren, dat we met elkaar nog wellicht 1 keer Ahoy zouden kunnen doen. Ja. Ja, dan, dat is natuurlijk... dit is mijn lievelingsorkest. Daar droomt iedere artiest van. Dus je zegt, ik doe mee aan zo'n initiatief. Ik heb gezegd, jongens, als je... wij noemen dat op zo'n Rotterdam, dan volgend jaar, als je dan je eigen broek moet ophouden... Mm-hmm. Dan moet je ook in je gedachtegang wat commerciëler gaan denken en wat flexibeler worden. Ook marktconform. Dus dat betekent, ik heb gezegd, Henk, wat er gebeurt, maar ik ga jullie steunen. En ik ga proberen gewoon fondsen
Dat is niet hetzelfde als het Rode Kruis. Dan hadden we dat ook voorstellen. Onze ambassadeur. Maar ik zou het verschrikkelijk vinden als dat niet zou lukken. Dus ja, maar dan heb je nog niet meteen nummer één hit natuurlijk. Nee. Ik bedoel, elk jaar doet een componist een poging om een liedje te krijgen. Het Songfestival mislukt altijd. En nu hebben jullie iets gevonden. Ja, maar we hebben gedacht, we hebben zo'n ingewikkeld verhaal. En we willen graag de mensen in het land achter ons krijgen om meer steun bij de minister te bewerkstelligen. En toen hebben we bedacht dat we een lied moeten maken. Want waar zijn we beter in dan het maken van muziek? Ja. En we hebben heel lang gezocht in de kelders naar de bestaande liederen. En toch uiteindelijk gekozen voor een nieuw lied. John Eubank heeft het geschreven. En we hebben onze gedachten overgebracht bij Han Koreneef. Ja. En die heeft het heel mooi in een tekst vervat. Dus een beetje het team dat ook heel veel voor Marco Borsato doet. Ja. Nou, ze waren een tijd niet meer samen in het schrijven.